Suiker. Ik heb die nou vergeten. We zijn een buurthuis, maar niet een gemiddeld buurthuis. Dit is eigenlijk ook wel een hele goede ontmoetingsruimte die heel gezellig is. En bij een buurthuis denk je altijd een beetje aan de geplastificeerd spaanplaat, maar dat hebben we nauwelijks. Het is gezellig ingericht. Maar weten de bewoners van de Windmolenbroek dat ook? Te weinig. En daarom? Altijd als mensen binnenkomen en dan zeggen ze, oh wat is het hier mooi, dat had ik niet verwacht. Mm-hmm. Ja. En daarom met een bakfiets de wijk in? Ja, en ook een beetje een leuke bakfiets, dat men een beetje een indruk krijgt dat we het echt netjes doen, laat ik zo zeggen. En op een beetje stijlvolle manier. Ben je tevreden over hoe het op dit moment gaat? Nou, nog niet. Wat kan er verbeteren? Wat we willen is eigenlijk een ronkend bruisend centrum. Waar zelfs een tweeverdieners met 6 kinderen nog komen omdat het zo gezellig is. Gewoon een gezellige plek waar je graag naartoe gaat. En waar als je een krantje wil lezen, kun je dat doen. Laten we je met rust. Mm-hmm. En wil je even babbelen, nou, dan zijn er gastvrouwen en gastheren. Mm-hmm. En hopelijk en ook medebezoekers. Mm-hmm. Waar je gewoon, zeg maar de local pub, die, zoals je die in Engeland kent. Mm-hmm. In de coronatijd is het idee ontstaan om met een bakfiets de wijk in te gaan. En we hebben daarvoor een aanvraag gedaan bij de Postcode Loterij, het buurtfonds, om de ding aan te schaffen. Het is een elektrische bakfiets. En die hebben we omgebouwd tot een koffiecar, zeg maar. En de bedoeling is dat we dus in de wijk in gaan, elke keer op een andere plek. En dat we zo in gesprek komen met bewoners om te vragen van... of ze ons Noorderhoes kennen, of ze weten wat we doen. En om ook te achterhalen wat mensen zelf voor wensen en ideeën hebben. Want het is een buurthuis voor iedereen. Het is door bewoners en voor bewoners. Dus als mensen een idee hebben, dan kunnen ze bij ons terecht om het te organiseren. En we willen ook in gesprek komen met mensen die dreigen te vereenzamen. En op buurtniveau ook mensen bij elkaar te brengen. Dus de binding, zeg maar... in de wijk te bevorderen. Windmolenbroek is een wijk zonder enige sociale samenhang. Het is een prachtig project en iedereen is ook enthousiast en er gebeurt veel. Alleen ja, vanwege de corona gebeurt er heel weinig. Maar zodra we weer open kunnen, we kunnen nu in wezen weer open, maar dat alle activiteiten kunnen worden georganiseerd, komt er ook meer zwang in. We hebben terrassen geopend, mensen kunnen ook bij ons op het terras zitten. En we hopen dat op die manier ook mensen trekken. Ja, er is wel een wijkcentrum in de wijk. Maar dat fungeert niet als een gezellige plek om even naartoe te gaan. Daarom is het ook opgezet. En het is het enige buurthuis met een inloopfunctie. En met een eigen terras. Want er is verder ook helemaal geen restaurant. Er is wel een snackbar. Maar goed, dat is het enige dan.